Ja, Sar. Dan eindigen we dus waar we begonnen. Met een vlogje in mijn keuken. Kun je nog een van de eerste vlogjes die ik voor jou maakte? Dat was volgens mij in Beijing. Was ik ongelooflijk zenuwachtig over wat ik moest gaan zeggen, hoe ik de camera moest gaan houden. Ik had allemaal instructies van jou gekregen. Ik voelde me helemaal niet op mijn gemak. En dat veranderde gaandeweg het hele proces. Ik voelde me steeds iets gemakkelijker. En dat was vooral omdat ik het eigenlijk ook voor een heel groot deel voor mijn gezin deed. Dat ik dacht, nou ja, weet je, dat is ook mooi. We hebben moeilijk contact als, in China, als ik in China ben. Dus het is goed als we dan een middel hebben om dat zij in ieder geval zien wat er met mij gebeurt en wat ik allemaal meemaak. En al die vlogjes hebben dit project nog bijzonderder gemaakt. Het heeft mij niet alleen heel erg geholpen om alles wat er gebeurde, en dat was veel, dat heb je in de afgelopen afleveringen kunnen zien, om alles wat er gebeurde te reflecteren en om bijna het gevoel te hebben dat er iemand bij me was, dat ik het met mijn familie en met jou kon delen. En uiteindelijk ook met heel veel luisteraars, maar daar was ik toen helemaal niet mee bezig. Hoeveel hiervan in de podcast terechtkomt, weet ik niet. En ik ga ook nog niks verklappen over de laatste aflevering. Maar die is dus nu klaar. En ik ga niet verklappen hoe het eindigt. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren. En kijk hoe onze reis eindigt. Misschien gaat die nog wel een tijdje door. Dat weet ik niet. Maar dat hoop ik. Veel plezier.